Ja, dit is de Mercedes G-klasse. De G-klasse is al sinds 1979 in bijna ongewijzigde vorm op de markt. En nou is dit niet zomaar een G-klasse. Het is de G63 AMG, een van de topmodellen van Mercedes. En ja goed, en die basis die is het al sinds 1979 al bijna hetzelfde van deze G-klasse. Dat wil ook zeggen dat je eigenlijk in al die jaren gewoon hetzelfde koetswerk hebt behouden. En dat ook de welbekende G-klasse elementen ook echt gebleven zijn. Denk aan de ronde koplampen, het grote reservewiel op de achterkant, de knipperlampen op de motorkap. Ook natuurlijk het C-container uiterlijk. En toch houden veel mensen hier wel van. En dat is ook de reden dat die nog steeds verkocht wordt in deze vorm. En ik bedoel, kijk naar het. Ik denk dat wij woorden nodig zijn om uit te leggen wat dit voor een mens doet. En zelfs de oude details, zoals het open en dichtgooien van de deuren uit die tijd, dat is nog gewoon hetzelfde gebleven. En dat geeft de auto wel zijn karakter. En jij zegt nou zelf, hoeveel auto's ken jij die zo'n statige uitstraling hebben als de G-klasse? Ik kan niet veel opnoemen. En zeker in deze speciale Designolak. Ja, de G63. Een 5,5 liter V8 met twee turbo's. En die is goed voor 544 pk en 760 Nm aan koppel. Het resulteert erin echt dat die ding als de brandweer gaat gewoon. 5,4 seconden na de 100. En dat terwijl je zo hoog zit, dat is echt een ervaring. Ja, dat ga je in geen andere auto meemaken. En dat maakt het nou juist echt speciaal als een auto. Ja, verwacht niet met zo'n auto dat het net zo strak om de bocht heen gaat als een C-klasse AMG. Maar dat hoeft zo'n auto ook helemaal niet en daar is ook helemaal niet voor gemaakt. En daar kopen ze een auto ook niet voor. Deze auto die is voor totaal andere dingen geschikt. Ze zouden bijvoorbeeld ook mee off-road kunnen. We hebben zelfs drie differentiële die we kunnen vergrendelen als we dat zouden willen. Ja, daarmee kun je gewoon echt letterlijk overal in de trein komen. En daarnaast kun je het ook gewoon met de hele familie op pad. Je hebt gewoon 5 volwaardige zitplaatsen en een zee aan kofferruimte. En als dat er nog niet genoeg is, ja, dan kun je altijd nog een aanhanger van 3,5 ton trekken met deze auto. Goed, en de bekende 5,5 liter AMG motor van Mercedes, die kennen we wel uit meerdere modellen. Denk ook aan de E-klasse en zo. En ook in deze auto past die weer perfect. Hij is ook gekoppeld aan de Speedshift 7G Tronic van Mercedes. Waardoor je echt gewoon door die verzetten heen ramt gewoon. En wat ik ook altijd is met die AMG's, het geluid. En ook bij deze G-klasse weer, klinkt het gewoon echt ontzettend geweldig. Het geluid komt bij de G-klasse uit de zijkant. We hebben daar sidepipes. Waardoor je echt gewoon in je oor die herrie hoort bulderen gewoon. En ja, dat geeft gewoon nog meer belevingen, vind ik. Ja, en ook het interieur van deze G63, het is weer echt prachtig. Niet te vergeten ook weer het Designo leer en de houten sierlijsten, waarin dat houten sierlijsten voor de G-klasse best wel uniek is. Op het moment is dit zelfs de enige G-klasse AMG met houten sierlijsten die te koop staat. Over dat te koop staan, daar kom ik zo meteen heel even op terug. Eigenlijk alle opties zitten wel op deze G-klasse. Te denken valt aan adaptieve cruise control, wat erg fijn is op de snelweg overigens. Stoelventilatie, stoelverwarming, ook stoelverwarming voor de achterpassagieren, memory stoelen of voor op zo'n zonnige dag als vandaag een te openen schuifdak. Wat eigenlijk mijn favoriete optie voor deze auto is, dat is de standkachel. Dus heb je ook in de winter een lekker voorverwarmde auto. En ja, zo kan ik nog eventjes doorgaan. Denk ook bijvoorbeeld aan een navigatiesysteem en een Harman & Kardon surround system. Zoals ik al zei, staat deze auto te koop bij best wel blokauto's in Wenen. De auto komt uit 2013 en heeft net iets meer dan 50.000 kilometer gelopen. Ja, en ik kan wel zeggen, nergens zo'n mooie en zo'n frisse G-klasse. Die ook nog eens goed is onderhouden. Nou goed, het linkje staat in ieder geval onder in de beschrijving. En uiteraard is het nooit verkeerd om eens op de site te kijken wat ze nou te koop hebben staan. En uiteraard kun je ook altijd langs gaan. De koffie staat immers klaar. Van die koffiebun, daar ga ik nog even van genieten. Doei!